een beetje teleurgesteld? Ja, op basis van de tweede helft zeker. Ik vond dat we de eerste helft het wel aardig voor elkaar hadden. Zij en mijn collega trainer ook, was eigenlijk in balans de wedstrijd. Je gaat wel met 0-1 de rust in, maar het had ook 1-1 kunnen zijn. Want ja, die doelpunt wordt afgekeurd. Ja, na rust hebben we het gewoon niet goed gedaan. En hun wel, en hun brengen ook nog een wissel erin. Die eigenlijk een van de betere... Purvis. En ja, die maakte toch op een gegeven moment wel een beetje het verschil met die nummer 10 van hun. Nou gaat het ook een beetje waaien. Gelukkig na deze wedstrijd. Anders was het toch wel helemaal waardeloos geweest op zo'n veld. Nou, dat klopt. Maar ik moet zeggen, de eerste helft hadden we het echt wel goed voor elkaar. Alleen ja, wat we naar rust hebben gedaan, dat was gewoon niet goed. Hey, 11 Woekstok op tegen, 4 voor jullie. Ja, het is natuurlijk gelijk al achter de feiten aanlopen. Ja. Nou oké, we zijn heel licht voorin. Dat zijn jonge jongens. Die hebben natuurlijk even tijd nodig om echt aan om meer te gaan brengen. Maar ja, oké, daar zijn we mee bezig. En de ene week gaat het beter dan de andere week. Ik had eerst gedacht bij de stand van 0-1, 2-0 tegen de Valken werd het ook 2-2. Ja, klopt. Toen kwamen we heel goed terug, maar dat zat er vandaag niet in. Helaas. Hey, einde van het seizoen ben je hier weg en wordt opgevolgd. Heb je al een nieuwe club? Nee, ik ben wel bezig. Ik heb wel wat gesprekken hier en daar, maar ik heb nog geen club. Nee. Medeblik? Nee, daar ben ik niet mee in gesprek, als je dat bedoelt. Nee hoor, daar ben ik niet mee in gesprek. Nou ja, volg Jan Putting zit er nog. Maar ja, goed, ze gaan aan de zaterdag. Dat klopt, ze hebben gekozen voor de zaterdag. Dus we moeten eens kijken wat dat gaat worden. Hey? Ja. Of wil je gewoon op zondag blijven? Nou, maakt me niet uit. Ik moet gewoon een goed gevoel hebben bij een club. En ik ben met twee clubs in gesprek en dat gevoel is goed. Dus het gaat wel lukken, denk ik. Succes. Dankjewel. Bram Komi maakt er een doelpunt. Ja. Ik dacht dat hij zat in eerste instantie, maar blijkbaar werd hij afgekeurd. Ja, die scheidsrechter die gaf eerst gewoon 1-1 en toen ging hij af op de grensrechter. Ja, hij twijfelde of hij zat of niet en toen zei de grens waar de scheidsrechter over twijfelde, werd de grens duidelijk dat hij toch bij het spel was. Staan jullie 1-0 achter, nou nog 2-0 staan jullie achter, ook tegen de Valken, wordt het toch 2-2. Ja. Vandaag niet? Nee, vandaag niet, het lukte niet. Het zat niet mee, we lieten de man te veel open, vond ik. En ik vond het een beetje af en toe egoïstisch voetballen. Want als je een balletje breed legt aan een medespeler, dan maken ze hem. Ja, zeker. Maar ik vond het persoonlijk niet heel sterk gaan. We konden elkaar niet goed vinden, duurde te lang. En zodoende scoren we niet. Nou, het veld was hier mooi schoongemaakt gisteren, zeker voor de jeugd. En hadden jullie daar wel de profijt van, dat je vandaag kon voetballen. Jammer. Ja, ik vond het erg jammer. De mannen hebben uitstekend hun best gedaan om het spik en span te maken. En dan lukt het net niet. Of is met mooi weer is het beter voetballen? Ja, wij zijn wel mooi weer voetballers, dus dan gaat het beter vaak.